Ik ga wat heel leuks doen vandaag. Wij gaan vandaag zwemmen. Ik ben heel benieuwd. Goedemorgen, slaapkop. Oh jongens, dit was zo ontzettend leuk. Ja, als ik daar dan met mijn goede zadels ga rijden, is een beetje zonde. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik dat dan doen? Zonder zadel is ook zo wat. Dus zei ik, weet je, ik ga wel lopen. Dan zie ik het daar wel. Goedemorgen allemaal. Welkom bij dit slaperige hoofdje. Het is vandaag zaterdagochtend, best wel vroeg nog, 7:05. En ik ga wat heel leuks doen vandaag. Ik ben meegevraagd door Caitlin om met haar en de paarden te komen zwemmen. Baloo gaat dus mee. Ik heb Baloo al sinds de verhuizing niet meer op de trailer gehad. Dus toen ik dat aan Floor vertelde, zei Floor, zal ik met je meegaan? Heb jij niet de stress voor trailer rijden? Ik kan dat ook. Ook met je hoofd, niet te veel prikkels en zo. En ik hoef dus niet echt te rijden, want we gaan daar gewoon zwemmen. En toen dacht ik, oh my god, deze kans mag ik niet aan me voorbij laten gaan. Tegenwoordig lig ik alleen nog maar als een dood vogeltje op de bank. Dus dit zijn wel hele leuke hoogtepunten. Dus ik dacht, let's go. Dus Floor gaat mee en die neemt dus ook de camera mee. En wij gaan vandaag zwemmen. Ik ben heel benieuwd. Koffie is op. Ik dacht, ik weet niet waarom, maar ik heb het idee dat ik mijn statief mee moet nemen. De GoPro gaat mee natuurlijk. Mijn ontbijntje gaat mee. Telefoon gaat mee. Deuren gaan weer op slot. Het is zo lekker 's ochtends hier om even alles open te zetten. Dan kan het even lekker doorwaaien. Nu is het nog super cool buiten. Dus deze ga ik dicht doen. Dan moet ik de sleutel voor jullie eruit halen. Want die komt straks weer via de achterdeur terug. Oh. Ja, ik val over die slippers heen. En ik denk dat ik ook slippers meeneem. Want ik denk dat dat nog wel eens van pas kan komen als ik echt helemaal drijfnat het water uitkom. Sowieso de vraag of dat ze erin gaat. Ik ben natuurlijk vorig jaar bezig zwemmen met Roseline en haar oude verzorgpony. Toen had ze wat motivatie of motiverende woorden nodig en toen ging ze uiteindelijk wel. Maar dit is zeg maar niet zo. Als in, volgens mij moet je een soort van afstapje af om het water in te gaan. En volgens mij is het meteen wel redelijk diep. Dus ik weet niet of ze dat dan direct doet. Dus we zullen het wel zien. Goedemorgen. Goedemorgen, slaapkop. Goedemorgen, slaapkop. Hallo, ga je gezellig mee vandaag? Ik kan er net niet doorheen met de camera. Ik ga even mijn hooi net vullen en de spullen pakken. En ik ga dus niet op het zadel. Maar dat betekent dat ik het eerste stuk op de bareback pad moet. Nou, ik vind dat gewoon niet zo chill of zo. Ik word daar heel onzeker van. Ik weet niet waarom. Ik heb dat altijd al gehad. Er is nooit wat gebeurd. Als in, ik ben er niet afgevallen of zo. Maar ik vind dat gewoon, vooral het opstappen vind ik echt een ding in mijn hoofd. Echt heel raar. Alle spullen staan in de trailer. Of tenminste, alle spullen liggen in de achterbak. Paard staat nog niet in de trailer. Floor komt nu aan. Daarom gaat hij blaffen. Wakend. Baloo heb ik even gepoetst en ingespreid met Tedax. Dus ja, let's go. Oh shit, hoor ik iedereen. Wij zijn aangekomen op stal bij Caitlin. En wij gaan eventjes Baloo uit de trailer halen. En ik denk dat ik anders wel vraag of Floor wat stukjes wil filmen. Eventueel met mijn telefoon, dan kan ik dat er allemaal in plakken. Dus dan gaat de camera in de... Oh, Lutie. In de auto blijven. Tot straks. Ik voel de hele zo omhoog gaan. Zo. Leuk hè, Lou? Oh, het is echt zo. Ik ga eroverheen. Ja. Waar staat Floor nu? Daar. Oké, okay, niet dat ze in één keer schrikt zo. Wil je meenemen?
bovenop je springdalen. Dat je er aan de zijkant staat. Ja. Ontzettend leuk, we zijn net teruggekomen. Floor heeft een beetje haast, dus wij gaan nu snel eerst naar weer naar stal toe. Maar het was echt amazing. Baloo had iets moeite met het inkomen, zeg maar. Want het was echt een beetje zo. En tijdens dat ik mijn GoPro op wilde doen, brak het stukje af. Dus ik heb niks gefilmd met de GoPro, helaas. Maar als het goed is, heeft Floor heel veel gefilmd. Zoals jullie kunnen zien, is die ook zeiknat, want die heeft ook gezwommen. Ivy is bijna helemaal kopje onder gegaan. En jij hebt gewoon met je cap gereden. En? Jij dacht, goeie foto's! Nee, nou, echt super. Jij gaat altijd op de foto. Ja. Dan neem ik het er even. Nee, het was heel leuk. En Baloo staat hier super braaf, maar we gaan haar snel op de trailer zetten. Knap hoor. Zit hij erin? Ja. Het was echt zo leuk, jongens. We zijn net thuis. Ik heb Baloo weer bij de vriendin in de wei gezet. Mijn spullen even opgeruimd. Trailer afgekoppeld en weer op zijn plek gezet.
En een beetje dus gehaast weggegaan, want Floor moest op tijd weer thuis zijn voor de kleine en omdat haar vriend afspraken had. Dus het was een beetje hectisch en chaotisch, daarom ga ik jullie nu pas bijpraten. Maar echt, wat was het leuk. Ik denk oprecht dat dit een van de leukste dingen is geweest die ik in tijden gedaan heb. Het was echt geweldig. Het jammere was dat toen ik zeg maar mijn GoPro op wilde doen, brak het stukje af om hem ja, goed op mijn hoofd te zetten. Dus dat was een beetje balen, waardoor ik dus niet mijn GoPro heb kunnen filmen of met mijn GoPro heb kunnen filmen. Zowel in het water als überhaupt niet. Dus dat was een beetje jammer, maar als het goed is heeft Floor heel veel gefilmd met haar camera ook. Dus als het goed is hebben jullie het allemaal al gezien. Dus het was echt geweldig. We zijn dus vanaf mijn stal naar de stal van Caitlin gereden. Caitlin staat daar samen met haar moeder en twee paarden. En zij wilde heel graag beide paarden mee hebben, zodat ze die ook beide op de foto kon zetten. Want ja, ze wist dat Floor meeging met de camera. Dus ze dacht, oh my god, heb ik weer nieuwe foto's. Dus dat vond ze natuurlijk helemaal geweldig. Dus eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. We zijn daarheen gereden. Baloo laden in één keer. Echt super fijn. We zijn natuurlijk al maanden niet weg geweest. Dus ik was eigenlijk een beetje bang dat ze zou denken, ja, hier heb ik geen zin in, bekijk het maar. Maar dat was echt totaal niet het geval. Liep gewoon netjes de trailer op. Dus daar aangekomen, opgezadeld. Ik zeg wel opgezadeld. Maar het plan was om met mijn bareback-pet te gaan. Waarom? Omdat Caitlin al had aangegeven dat het dus best wel diep water was. Dus ik dacht, ja, als ik daar dan met mijn goede zadels ga rijden, is een beetje zonde. Dus ik dacht, ja, hoe ga ik dat dan doen? Zonder zadel is ook zo wat. Ja, en ze zei van, nou ja, we kunnen het er echt heen stappen. En het is echt niet zo ver vanaf stal naar dat watertje. Dus dat kun je wel op je barebackpad doen. Side note voor jullie. Ik vind op barebackpad rijden op Baloo gewoon niet zo heel chill. Omdat ik gewoon niks tussen mijn benen heb. En ik weet niet of ik dit ooit eerder heb gedeeld. Maar ik heb gewoon moeite met opstappen op een barebackpad. Ik weet niet waarom. Ik word daar heel onzeker van. Ik krijg echt error. Dus we hadden dus opgezadeld. En Floor en Caitlin gingen dus op de ponies zitten. En toen hadden ze echt zo'n laag krukje. Ik zou een foto even plaatsen. En toen zei ik echt, ja, maar ik durf er gewoon niet op. Dus ze zei ik, weet je, ik ga wel lopen. Dan zie ik het daar wel. Want Caitlin had tegen mij gezegd, bij het watertje zit een picknicktafel. Nou ja, die is natuurlijk heel erg hoog. Dus ze zegt, anders kun je altijd daar nog opstappen. Of in het water. Toen dacht ik, ja, dan is ze alsnog 1,70. Dus ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Maar het komt wel. Dus ik ben eigenlijk aan de hand daarheen gewandeld. Die meiden er dus op en ik lekker aan de hand. Het was echt prima. Het was niet heel ver. Ik denk 2,5 kilometer of zo. Heel mooi wandelen door het bos heen. Dus echt fantastisch. Was gewoon echt lekker. En daar eenmaal aangekomen op de picknicktafel gaan staan. Baloo was echt super braaf. Ging er netjes bij staan. En we zijn daar, wilden we dus het water in. Caitlin ging als eerst met haar halflinger. En dat ging, die was dus van de week nog geweest. Dus die zei van, nou, dit gaat wel prima. En Baloo werd heel erg chaotisch. Van, ah, wat wil je, wat wil je, wat wil je? Dus dat duurde eventjes voordat die door had van, oké, het is goed. En voordat ik haar vertrouwen had van, oké, ga maar. En Floor heeft uiteindelijk geholpen door er gewoon eventjes naast te staan en aan te moedigen. Eenmaal erin vond ze het geweldig. En ik ook. Ze was echt fantastisch braaf. Niet te sturen. Ze deed echt volledig haar eigen ding. Dus dat was een beetje jammer. Maar prima. En het was gewoon zo leuk. Ik heb zo'n leuke ochtend gehad. Ik ben in tijden dus niet met haar weg geweest. Bosritjes en zo. Omdat dat veel rijden is. Vind ik gewoon nog, hoe zeg je dat? Is gewoon nog best wel een fysieke een ding. Dus dat durf ik gewoon allemaal niet aan. Dus dit was echt de perfecte tussenweg. Het was echt geweldig. Op de terugweg ben ik er wel op blijven zitten. Hebben we zelfs nog een klein drafje gemaakt. Dus ik kwam een barebackpad in draf. Die meiden zeiden al, nou, de volgende keer kun je wel op buitenrit op barebackpad. Ik zeg, nou, mij niet bellen. Maar het was echt gewoon geweldig. En ondertussen dus op stal. Baloo alweer in de wei gezet. Zelf had ik dus geen andere kleding meegenomen. Maar mijn broek is ondertussen al droog en ik heb slippers aangetrokken. Kon je dat zien? Ja, hier ergens. Ik kan het niet zien, want ik zit tegen het licht in te kijken. En
Ja, drogen doet het vanzelf wel. Het is hartstikke lekker weer. Ik ben ook blij dat we vanmorgen vroeg gegaan zijn. Als in, het is nu volgens mij iets van 11 uur of zo. Dan ben ik mooi op tijd weer thuis. En hebben we echt leuke 2 uurtjes gehad. Floor op tijd thuis. Baloo lekker bij de vriendinnen op de wei. En voor de warmte thuis. Want ik ben geen fan van met de hitte rijden. En vooral niet echt inspanning. Dit was natuurlijk niet echt inspanning. Maar als je dan echt op buitenrit en zo gaat. Ik vind het gewoon al gauw te warm. Dus dit was echt perfect. Nu ga ik lekker naar huis toe en douchen. Want ik stink naar het vieze water. Ik ben ondertussen thuis. En kijk, hier kun je zien wat er is afgebroken. Dit deel. Dus de GoPro, ik heb toevallig nog een nieuwe. Dus die ga ik eventjes vervangen. Dan kan deze weg. Wel een beetje jammer natuurlijk dat we dus geen GoPro beelden hebben. Ik ben dus lekker thuis aan alle beelden aan het verzamelen. Die ga ik, als het goed is, heb ik die allemaal in de vlog laten plakken. Ik zag ook dat ik een paar beelden heb met de GoPro. Dus die hebben jullie dan als het goed is ook al gezien. En het nieuwe stukje heb ik alweer erop gezet. Dus de volgende keer kunnen we gewoon weer lekker met de GoPro filmen. Laat me vooral weten of dat jullie wel eens met de paard gezwommen hebben. Ik vond het echt ontzettend leuk. Zeker voor herhaling vatbaar. En hopelijk weer een avontuurlijke vlog in de volgende video. Dus tot dan. Doei doei!